Hey, echt superleuk dat jullie kijken naar jullie vlog hier. Mijn kanaal, Mikey F. De enige rechter. Maar ik kan net het park binnen. En ik zie gelijk al iets bij binnenkomst, iets opvallends. Is heel leuk. Ze zijn alweer een stukje flink opgeschoten bij Grand Hotel. Ik dacht, we gaan gelijk de vlog en ik ga gelijk hier ook over beginnen. Want ja, dat is de kaste klik. Want ik ga nu mijn camera draaien en dacht, ja, ik ga het dus gelijk laten zien. Ja, dan zullen we eens kijken. Dat is hier toch al op bij Grand Hotel. Dus, daar schiet erop. Dus ik ga eigenlijk eerlijk gezegd alles een stuk sneller. Eigenlijk vrij snel met de ramp. Oh my god, mensen. Ik kon hier laten om dit toch even te laten zien in mijn vlog. Dus, en dat is wel natuurlijk hartstikke leuk. Dus ja, gelijk, de vlog begint gelijk en gelijk een bouwupdate hier met mijn kamer. Dat is goed. Het zou leuk zijn als ik het kut kan zijn. Dat is heel veel mensen. Maar het gaat er wel aardig de goede kant op, dus lekker. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even. En dat zou echt heel erg leuk zijn. Dus, daar is een keer geklopt en even een rondje overheen. Rondje omheen, dus ik had zoiets van, ik zal gelijk eens een bouwupdate laten zien. Dus. Ja, dat is wel natuurlijk wel hartstikke leuk. Maar ik is voor het zulke in deze vlog weer attracties doen en dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk wel altijd hartstikke leuk. Dat is wel grappig. Ja, ik ga natuurlijk weer een superleuke vlog maken. Dus ja, kan dan goed mensen, geef zeker alvast zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog en abonneer alvast. Hihi. Lekker. Zo mensen, ik ben er net aangekomen in een prachtige ruimte hier bij de Game Gallery. De Game Gallery gaat meestal standaard iets later open dan de rest van het park. Dat zal straks ook weer open zijn. En ik ben hier nu aangekomen. Ik kijk hier achter, zie je dat ik station is en daar de auto voor een halve maand. Maar Mikey is Mikey niet. Kijk, hier zijn ze een beetje schoonmaken en open, maar ik zie dat later open gaat. Maar ja, ik ga zo meteen. En met nu, ja, zoals je ziet, daarachter zien jullie de Python al. Dus ik ga zo meteen de Python in en de vliegen naar Hollander. Dus, dat is ook eerlijk gezegd best wel vet. En ik ga dat ook eerlijk gezegd filmen met mijn GoPro. Dus dat is wel vet. Hier op mijn nest. Moet ik ook eigenlijk weer eens een keer rondje overheen lopen. Maar mensen, ik ga de Python in en ze vliegen online. Dus ik zeg, blijf lang kijken en vergeet zeker niet te abonneren. Hihi, lekker. Ja mensen, ik kom in de rij van de Vliegen Hollander. Eigenlijk, ja, dat is echt vet. Nu in de smokkelruim. Ik dacht, verandert het ook eens een keertje mee in de video. Dus ja, wel eens grappig. Dus, nou, en een beetje donker hier ook. Dus, het is wel echt, dus, dat is echt, ja, daarom niet om dat eens een keer mee te filmen. Ja, ik vind het nog blijf echt mijn favoriet, zeg maar. Tja, precies van waar ik ben mee. Dit is een VOC-kroegje. Lekker. We gaan nu naar de opstappen af en toe. Tja, is wel een lachje. Ik val me op dat deze rij nog een keer rustig is. Ik heb een keer doorgelopen. Dus ja, dat had ook niet zo'n voordeel. Want dan ben ik hier aan de beurt. Dus de Mikey F voelt er zitten wel voordelen. Ik heb ook een GoPro bij voor als ik zo'n rondrijd ga filmen. Dus
is wel leuk. Kijk, hier is de opstaphaven. Lekker. Ik zie toch niks. Ja, zeker. Kom maar. Ik moet heel opletten. Ik kom net uit de Vliegende Hollander, zoals jullie net zeggen. Ik wil gewoon rijden, dus er staat amper iemand. Ik kan zo doorlopen. Dus ja, ik film nu wel even mijn GoPro, die hangt om. Dat is wel vet. Ze lopen nu naar het station toe. Ik hoef echt niet lang te wachten, dat is ideaal. Dus er lopen wel wat mensen voor me. Ik kan zo doorlopen. Dat is het ideaal. Ach. Lekker. Nou, en dan nog zo weer boven. Zeer de gouden. Lekker. En dan gaan we dan. Iee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 
Ja, het valt dus weer over het Antropiekplein naar het Oosten Museum en het Verdedigingsrelicte. Dat is zo apparaat in de Python aan de Vlieg in Holland geweest. Ja, dat is zo leuk, weet je weer. Dat is wel heel leuk. En kijk, ik loop hier over het Antropiekplein. Hierachter is de Smulpaap. Ja, ook is best wel leuk. Ik heb eentje met onze zweefvogels en alles. En dan geef je nou even het Antropiekplein. Of ik zie nou even een gouden zweefvogeltje in. Dus lekker. Thank you.
case van Mikey Heftel. Ik ben net in die zweefmolen gezeten. Daar werk ik hier het Lavelaar in. En ja, het valt me op dat het nou nog lekker weer is. Kijk, hè, hier het lachhuis is nou afgesloten, ook al dicht. Allemaal schuttingen. Maar hey, een leeg slakje hier. Maar boeien. Maar misschien, ja, misschien dat ik er straks wel in ga, maar ik zal even kijken. Maar glijhuis is ook onderuit, maar moet er allemaal bij, maar staan. Ja, ik heb zoiets van ja, ik ga er even een klein rondje de Lavelaars gelijk. En ja, dat is gewoon lachen. Ik weet niet of dat ding te jodelen. En maar ik vind het altijd wel gezellig om door het lava laten lopen. Kijk, hier rechts heb je een klein zweefhuis, maar er zijn meerdere lava huisjes in de andere, een aantal lava huisjes in de andere uit. Kijk, daarachter ook. Het bijzondere is van die erachter, die ik je nu nauw laat zien, dat het heel vroeger een of andere horecapuntje of weet ik het is geweest. Dus ja, dat is ook wel bijzonder. En ik loop naar hier bij de lakspiegels. Dan heb ik eens even kijken. Nee, maar kijk hier zelfs de. Hier heb je een aantal van die webs waar kinderen op kunnen spelen, maar die zoeken onderuit. Of ja, onderuit afgezet. Hier de hekjes, lakspiegels. Zoveel lachen. Ja, lakspiegels. En maar ik ga nu weer even het witte Lavelaar weer uit. En ik ga nu zo naar de volgende toe. Moet ik even kijken wat, maar ik blijf daar kijken, mensen. Lekker. Kijk eens voor mij even. Kijk eens wat ik ben. Hier is de heks. Ik ga nu het sprookjesbosdoor, kijk dan. Dat is wel even leuk. Ik ga nu even, weet je wat ik nou eens ga doen, mensen? Ik ga nou weer eens een keertje bovenlangs bij door een reusje. Maar dat is ook wel, ik zou het nog weer eens doen. Maar ja. Het is best leuk om even een keer hier bovenlangs te lagen. Weer door een roosje weer eens te gaan kijken, dus ja, lekker. En dat is gewoon hier. Ja, blijf lekker door een roosje. Dus ja, even, blijf het leuk vinden om weer door een roosje te gaan kijken, dus. Het is gewoon sfeer en beleving, mensen. Ja. Dus ja, het is wel leuk zo'n sprookjesbos. Ik heb
zijn die koks van de... En ook heel erg gaan snurken daar. Zo. Zo, ja, het zonnetje begint toch nog weer, om eerlijk te zijn, een beetje dood te komen. Dus de, ja. Ik hoop dat het voor de rest vandaag droog blijft. Maar het is lekker rustig in het park. Ook in het schoolgesbord. En het blijft natuurlijk lekker te sluit. In het park. Lekker een beetje rondlopen hier, lekker genieten. Ziet ik lekker buiten dorp. Ja, het is gewoon sfeer in mijn leven hier. We zijn heel even gekeken bij het paddenstoelenparcours. Dan zie je van wat dat nou weinig mensen hier lopen in het Sprookjesbos. Dus de, ja, even voor de stad wel lekker rustig is. Dus ja. Dus ja, dat is ook weer een voordeel. Dus ja. Dat betekent wel dat we iets meer kunnen doen of ergens bij de attracties sneller aan de beurt zijn. Dus dat, ja, dat scheelt eigenlijk gezegd ook wel. Maar ja. Ja. Zeg ik sfeer in mijn leven zo naar het park. Hey, daar is toch niemand voor mij. Daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Kijk me wel even gisteren hebben. Zo jongen. Wat een manier. Sterren hier voor een keer wat andere. Ik ben bij het huisje. Mama, je hebt honger. Dus ja, ja. En eens even kijken bij Langnek. Ja, ja. Dus ja, ik vind het wel dat ik zich gelukkig zo'n momentje dat de Sprookjesbos te lopen. Ja, het is ook gezellig. Ik ben nou eens kijken bij, ja, weet je dat ding? Langnek. En, ja, je bent de eerste puntelgeter had zulke grote oren dat hij alles kon horen wat op de wereld gebeurde. Sprinter de tweede trekker had zulke lange benen dat hij in een half uur van China tot hier kon. De derde had zo'n grote buik dat je meer dan alle ladders nodig had om bovenin te kunnen zitten. Zijn naam was de Heuvelpaard. De vierde, Kogelhoek, moest steeds geblind zijn. Want zijn ogen weinig niet gezegd. Ja, is gelukkig zo, ja, Sprookjesbos. Ja, weet je wel. De Efteling App staat ook elke keer. Ik de wachttijden zien, maar goed, de horecapuntjes te laten. En het is showtijden van alles. Ja, bij ons staat nog 40 minuten, moet je meestal drukken. Ja, ik kan een versie van een 0 vliegen al aan de 25 met de single 5. Of ja, de single is 5, dus het hoeveel een kwartier kunnen laten 0, ja, weet ik het wel. Maar eens kijken.
Hier zou ik eens kijken of ik het kan laten zien. Kijk, hier staat het een beetje met de Efteling app. Attracties, eten, drinken, souvenirshows. En langs sprookjes, toiletten, praktisch, souvenirwinkeltjes. Die heb je natuurlijk ook. Dus ik had zoiets van Mikey Efteling, die laat dat wel eens zien. In het sprookjesbos. Zo lachen. Dus daarom. Ja, ik ga echt zo leuk om erin. Dus eens even erheen te lopen. Ja, mensen, dit is gewoon een sfeer en beleving hier ook. Om lekker even dat sprookjesbos te lopen. Te genieten. Dus ze gaan eens direct even direct licht eruit. Direct licht geraakt. Dus ik wel lachen. Ja, ik vind het altijd wel leuk om even te kijken. En, ja, dus een sfeer in mijn leving. Dus de, het is wel lachen. En nu is even gewoon verder kijken naar het sprookjesbos. Dus lekker. Hier kijk voor mij even terwijl ik erop hier laaf. Een stukje verder hier de herberg en daar is het strikje. Dus ik wil lachen. En ja, ik weet dat zonnetje er weer is. Dus het was wel lachen. Een wietje is hier aan het slapen. Dus een wietje binnen. Seks, nee, weet je, die zijn aan het slapen van ons verhaaltje. Nee, die gaat niet. Ik wil nu verder de sprookjesbos door. En ja, ik vind het een lekker stuk. Het is wel ideaal zo rondje sprookjesbos. Ja, dus dat is dus, ik vind het wel een keer een paar punten terug naar. Ja, ik doe altijd dat ook. Ja, terug doorheen loop, ja, daar maak ik er ook gelijk een vlog van. Iedere keer kunnen kijken op een duif. Dat is een duif, hè. Zit het daar boven, dat is boven de grot van Sneeuwwitje. Dat is ook weer een of ander sprookje hier. Zo'n bruidskleed van, ben even de huik, maar ja, in ieder geval. Grappig. Een clubje naar binnen, magische klok. Dus maar ik loop geen over verder het sprookjesbos door. En ik vind het wel heel erg gezellig zo. Het sprookjesbos. Lekker, ik noem nou eens Hans en Rietje. Of ver langs aan zijn rietje bedoel ik. Ik bedoel, aan zijn rietje stuk en onderhoud. Ik bedoel, aan zijn reus en klein duimpje. Hè? Dus dan loop ik nou ook eens naartoe. Ja, dat is ook wel lachen.
Sterren. Ja, dat is leuk. Ja, nu ziet die corridor als we het net kunnen zien. Ja, ik had even lachen zo. Maar vielleicht een sprookje was te leren. Te gaan en te lopen en te doen. En ja, dat is echt weer mijn leven. Zo lachen. Ik hoorde reus al in de verte. Of ja, die ook een sneeuwtje. Ja, nou eens even kijken. Hè. Dat is gezellig zo. Gaan we even lekker hier te ideale maken, even hier rond te lopen natuurlijk. En ja, dat is echt sfeer aan mijn leven zo, mensen. Dus je ziet hier, het is toch goed te doen en ik loop nou weer langs. Even naar Repelsteltje, gaan we daar ook eens even kijken. Want het is echt nou kei rustig vergeleken vorige keer, nou rustig in het Sprookjesbos. Vergeleken de vorige vlog. Even kijken. Hopla, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Wat een lolboekje schat, hè? Ja, Repelsteeltje. Hoepla! Dus, dat is echt wel lachen. Ik zou even kijken wat kniezen, hoor. Dus even kijken wat kniezen, kniezen nog uit, of het een weinig stuk kniezen heeft. En, we zijn hier naar Fun, naar even kijken bij Sweeters, Sprookjesburg of zo. Dus, voor mij mag dit weer ergens zo blijven. Kijk, ja, ik ga nu even de camera gedraaid. Dus langzaam gaat hij gelijk beginnen te met 7G. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd wat hij zegt. Ja hoor. Wacht even. Ik ken uw naam wel. Even denken. Ja, ja. Nee. Nee, sorry. Grapjas, ik kom hier elke week en ik ken mijn naam nog steeds niet. Die Sprookjesboom, jongen, die had echt zo'n lolbroek aan, volgens mij, hè. Dus, ja, wat een lolbroek, joh. Die, kniezende kniezer. En hier heb je de nieuwe kleren van de keizer. Dat is ook wel een grappig sprookje, maar volgens mij is die ook net afgelopen, maar het begint om een paar minuten begint hij weer. Of als je daar langs loopt, dan gaat hij wel vanzelf wel weer aan. Zij is wel lachen, maar... Het is wel een grappig sprookje zo. Maar wij lopen nou door naar...
Hoe heet die grapje? Is nou kniezerig. Even naar je kniezertje kijken. Even kijken. Ik ben benieuwd wat kniezen nou weer te kniezen heeft. Of spreek om dit te vertellen. Dan kunnen we gewoon allemaal praten. Dus we gaan eens even kijken. Echt rustig hier. En niet om iedereen op te kunnen eten. Ja, kom op. Ja, zo zie je maar weer dat je altijd goed na moet denken over wat je wenst. Dat doet mij denken aan die draak. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Ah mensen, dat is weer een ander verhaal. Nou, ik ga weer verder natuurlijk, dus ik klaar en ik klik door. Maar en dan zoek ik eens even kijken, als ik toch langs loop bij de varkier. Jokie is van Maggie Eftel, er is sinds pas een nieuwe charlatan show van Dans Macabre, dus we gaan zo eens even kijken. Dus waarschijnlijk zal ik weer wat stukjes ervan laten zien. En er is de volledige show heb ik op mijn kanaal staan. Dus ik kan jullie ook even terugkijken, maar ik ga nu even de charlatan show kijken, dat is lekker. Wat zong jij net tijdens het vegen? Pieter Pan ter Pootje. En toen? Kom eens bij het baasje. Het baasje en daarna? Met je zachte vacht. Otto, over wie gaat dit? Of beter gezegd, over wat gaat dit? Over een heel lief klein zwart katje dat hier rondloopt. Daar bij de tuin en hier rond de abdij. Het is heel... Jij hebt dat beest aangeraakt! Het is een heel lief zwart katje. Otto, jij hebt echt werkelijk waar geen idee. Jij beseft niet wat dat beest kan aanrichten. Otto, wat het aan het Ja. En, Otto, hoe voel jij je? Ik voel mij goed. Ik heb weer moed. Ik voel mij weer zo sterk als een beer. U ziet, waarde omstanders, dit is pure wetenschap. Jazeker, Vitamorist, dokter Anders Magister, Virginie Charlatan voegt het woord bij de daad. Ik bestrijd de angst en het kwaad. Dus kom bij mij voor goede raad. Binnenkort verkrijgbaar in dokter Charlatans kwalijke zaken. Ik zeg grijp uw kans bij de Charlatans. Bij de venen ons hartelijk aan. Blue Lord.
Referenties van hier tot de maan. Jij kent zo'n maakje even de Charlatan Show. Je hebt natuurlijk twee verschillende shows. Die andere gaat ervan staat wel al op mijn kanaal. Dus, nee. Dat is ook wel grappig. Lekker. Weet je wat? Ik laat er van die andere show nog wel even een stukje zien. Van die andere Charlatan Show. Dus lekker. Je zult het. En Virginie, en ik heb een verrassing voor jou. Oh, ja, verrassing. Je bent de laatste tijd enorm gespannen. Hard aan het werk. Ja. En want daar dacht ik, ik ga je even opvrolijken. Ach, ja. Nou, wat... Ken je dat? Oh, wat zo wat lief. Dit is een arrangement van mijn bedoven grootvader, ja. Jozef Charlatan. Ja. Ach, wat leuk. Ach, mag ik deze dansen? Je mag geen zingen, hoor. Esmeralda, heeft ze jou dan niet gewaarschuwd? Misschien drie keer. Oh. We moeten dit terugdraaien. Ja. Ja. Wat doe je? Terugdraaien. Wat doe je? Wees gewaarschuwd. Want ook dit is levensgevaarlijk. Daar is het dan niet alles. Zo, maar ja, er zitten wel wat verschillen tussen die twee Charlatan Shows in. Dus ja, ze hebben verschil. Dus ja, het maakt niet uit. Dat is wel het leuke van die Charlatan Show. Dat we twee verschillende shows hebben. Als we twee verschillende shows hebben, dus... Even richting de Pieter en de Verschrik ook te vliegen in Holland. Dat is wel grappig. We gaan ze ook allebei even doen, denk ik. Het blijft weer een beleving. Stil. Dat is wel grappig. Dus ja. Het is wel leuk om hier rond te lopen. Alleen de achtbaan doe ik altijd standaard met mijn GoPro. Dus lekker. We lopen nu
En dan werk je van Sibolileut. Ah, Sibolica. Ja, verreetje in. Ja, dus ik. Straks heeft het nog wel een beetje geregend, maar misschien valt het wel mee. Maar net ook de Vliegenlander en de Pieter in geweest, ja, was het best wel leuk. En nu zie ik natuurlijk Symbolileut. Trek de fantasie. We hebben dus een padaan en zo, weet ik het. En een ooie punctueel. Ja, blijft sowieso wel erg. Grappig en zo. Dus hier Symbolica in te gaan, dat blijft leuk. Er staat niet heel lang wachten, dus van 20 minuutjes, maar ja, scheelt weer. Dus hier is het veilig. Zit u dan met uw goede fatsoen? Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Wat heb je Sibolileut? Sibolica. Dat is even lachen. Even richting een strandtreintje. Strandtrein. Dat is altijd wel even lachen om te doen. En Dankjewel, Robert. En Heel toevallig. Dat is altijd wel lachen. Kijk, we lopen hier nou tussen de ramen al. Een sprookjesbazin. En als je net hier doorheen kijkt, zie je naar het kasteel van. Even kijken, ja, is die normaal eigenlijk al door een groosje. Grap.
grappig. Het was wel grappig om even te zien. Zo, we zijn nu onderweg richting de stoomtrein. Dus ja, is wel lachen. Dus de... Ja... Ik vind het maar... Volgens mij geen stoomtrein, maar wel een verlijn. Maar maakt niet uit, ik heb nog een stoomtrein. De vlog daarvoor heb ik het wel over, maar maakt niet uit. Dus het is wel altijd standaard leuk om voor jullie vlog te maken. Dat vind ik sowieso best wel... Ja, leuk om te doen, zeg maar. Dan gaat het wel lachen. En, maar het is sowieso standaard wel erg grappig om hier rond te lopen. Hier heb ik natuurlijk een prachtige kerstelpaleis. Met een achter diorama aan. Lachen. Daarachter een spoedje van... Of ja, diorama en spoedjes daarachter. Ja, allemaal lachen, allemaal leuk. Ja, we lopen... Maar buiten, vlak waar de stroomtrein is, dat is ook nog een treintje. Ik ga die kijkers hier maar echt al heel lang kijken. Ik kan het wel eens laten zien. Er staat een treintje buiten die ook wel eens bij de Efteling heeft gereden. Maar die staat nu buiten als de garage. Ik ga het hier met de zee aanstaan. Dat is gewoon de stroomtrein die rondrijdt. Dus we gaan even kijken. Ze rijden nog steeds met één stoomtrein, maar normaal is het altijd dat ze met twee treinen rijden, maar nu maar steeds met één. Hoi. Nee, dan kunnen ze dat balen, maar ja. Ja, als ze met twee treinen rijden, gaat het wel aan de ene kant wel een stuk sneller. Ja, richting stoomtrein, dus dit is jullie zo weer. Leuk, kijk eens van mij even. We zitten vooraan in de stoomtrein. Ja, bijna. Het is wat je weet. Ik kwam net hier bij ze. Ja, we zitten er wel gelukkig wel in. Zo leuk. Nee, dit is best wel privé. Ja, kijk. Het is allemaal. Вот это вот, 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 это вот
En de rauwe weer. En de stroomtrein. Richting Marrijk. Blijf leuk. Blijf buiten beginnen. Ja, we zijn blij dat we op de druk zitten. We beginnen net een beetje te regenen. Dus daarom moeten we wel weer blij zijn dat het druk is buiten. In plaats van stemmen regen. We zitten gelukkig druk, maar wel buiten in de trein. Maar gelukkig hebben we nog een overdekje. Maar kijk, daar gaat de Piet van. Lekker. Lekker sneltrein. Oei, oei, die Pieter kreeg daar zijn gekke tik. Ja, ideaal is dat het gewoon fijn is dat ik met deze camera gewoon kan inzoomen. Daar ben ik echt blij mee. Dat is wel fijn zo. Pietertje. Gaat de kant er weer in de buiten. Valt me op dat ze aardig goed aan het vandaag. Aardig goed aan het ze zijn bij Pieter. Deze is nog niet. Dat ze niet vrij snel erin loodsen. Ja, maar en het toch voordeel is dat vandaag in het park gewoon lekker rustig is. Ja, dat is een rek. Oké, okay, bijna ook weer. Daar zit het vlak op. U doet iets van geluid staat. Dat is heel leuk. Nee, het is plus. We hebben dat is hier. Dat wil ik ook even vertellen, ze zijn dus niet eens een getest op de testrijden. En de piranha, die heeft nog een stuk langer in dat hij open gaat. Hij heeft een kleine zin, dus een gekel open gaat. Ja, als hij zo blij is, dan is hij al open. Dus ik zou ook dat het heel erg druk zou zijn, maar ik heb nog geen probleem. Ik zit er nog wel droog, dus dat was wel zo'n voordeel. Kijk eens, maar ze gaan het wel. Ze zijn ook al met de tweede verdieping bezig, mensen. Holy damn, geen extra heb ik gehad verteld. Nou, dat moet ik wel, want in 2025 moet die open zijn. Dus dat zijn ze op plat dat die open gaat. Nou, dat is de camera op daarbij. Die gaat al een stuk in. Nou, boeia! Ja mensen, we zijn even een rondje met de stoomtrein. En dit is die trein die ik bedoelde, die hier buiten stilstaat.
die eerst bij de Efteling heeft gereden, die kan er ook in. Dus dan, ja, vooral veel kinderen die zitten erin en ja, dat is best wel leuk. Ja, en dan is die dingen die rijden ook op keulen, hè? Dat is wel grappig. Even kijken, er zitten er kinderen in. Misschien kijk ik het wel even erin, omdat ik kan kijken of we het te laten zien, zeg maar. Ja. Dus dat is wel leuk, hè? Dus daar zit ook nog uit het treintje. Dus ik ga zo even binnen kijken. Ja, kom mee. Dus kijk, hè, ik kreeg gewoon een trapje omhoog. Dan kan je gewoon niet binnen zijn. Dus echt een tijd geleden heb je. Ik weet niet of ik dat ooit veel lang, volgens mij heel lang geleden dat ik het wel eens heb gedaan of heb laten zien. Dan ga je gewoon in staan. Vooral op zich van kinderen die vinden dat heel leuk. Dus ja, dat is wel lachen. Je is eigenlijk een hele trein besturen. Het is weer helemaal leven. Dus ja, eigenlijk. Kijk wat hier zo blij staat. Eigenlijk is dat gewoon leuk. Ja, ik heb daarvoor hier in de trein abonneren. Maar dat is gewoon lachen. Dan kun je zo met de trein rijden. Ja, zo lachen. Nou, deze kan niet zeggen, volgens mij die. Nee, die rijdt niet meer ofzo. Of die zo, maar deze is vroeger wel op de Efteling gereden op dit spoor. We net overheen zijn gegaan toen jullie in de trein. Dus, een andere stoomtrein. Met deze fucking. Op de stoom erin gereden, maar mensen. Mag ik even laten zien, kijk. Dit is een beetje. Wat hier. Niet meer gezicht zien in die trein, maar ja, zo lachen. Maar deze ga je nog gewoon op kolen. Die andere, net is dat ook. Weer grappig. Ja, oké, voor mij, ja, vertel ik klopt. We kijken, daar kan je best wel om, want ik zo meteen wel even. Maar, eerder in de vlog, ja, vrij begin in de vlog, als je ook al hier door het Efteling Museum lopen, denk ik. Toen was hij nog even dicht, maar nu is hij wel open, dan gaan we even binnen. Want dat is weer het rijden. Ja, dit is echt een hele oude Hoortse TV, mensen, echt waar. Week ging ik naar de Efteling en had als bespreking gemaakt over. Dus daar. Ja, mensen, het is gewoon lach hier. Dit was die muts af. Oh my god. Wat een piek. Ik vind dat wel grappig. Ja? En wat je ook grappig is? In Nederlands, Duits en Frans. Kijk, doe ik Nederlands in? Hartelijk welkom in de Efteling. Kijk, dat de Efteling hoe de Efteling vroeger uit het. Dus die hebben hier het sprookjesbos. Met een grote speeltuin. En een stoomcarousel. En een stoomtrein die rondrijdt. Ja, wat er nou bij is gekomen in al die afgelopen jaren, wat er nou allemaal staat. Oh my god, mijn Efteling is wel groter geworden. Dat is wel concurrent, hè, maar ja. Dat is wel leuk. Staan. Lekker. Wat is dat voor wat je Efteling Museum? Ik kan zo'n beetje even zitten. Ik ga door. De stad gaat ook alweer.
Ja, maar als ik dus even werk ben aan de beurt. Dus, dan ben je trap bij je mooi leuk. En dan kom je leuk bij die draaischijf waar je in kan stappen, zeg maar. Dus ja, is het best wel chill.
voor mij kerkelen. Ik heb hier nou hier een vogelrak. Ja mensen, naar de vogelrak. Kijk die vogel. Knijgertje vogelrak had me niet gefilmd. Maar als ik het zou filmen, het is gewoon... Het is wel een keer leuk om dat te filmen daar binnen. Maar het is gewoon binnen donker. Ik heb wel eens een paar keer... En het is in mijn vlog. Dan moet ik het zijn gedaan, zo, weet je wel. Lekker in donker, lekker... Het is wel gewoon dan... Het is een keer arm en donker, je hebt een muziekje. Kijk dan die grote vogel daar. Ja, dat is een sfeer wel even gaan. Ben ik eerlijk gezegd al een lange tijd niet meer in ben geweest. Eerlijk gezegd, normaal dicht ik vaak elke week. Elke keer. Dat is hier Scirocco. Dan ruikt er een Simbad. Trouwens, die staat hier ook. Simbad de Zeeman. Oh god. Ik weet je, klein offeruitje, dat kan ook wel. Maar eerlijk gezegd, zo vaak ging ik er ook in de laatste periode ook weer niet in, omdat ik meestal andere dingen van mijn ben. Ah, boeia. Dus daar. Zo, lekker. En nu richting Pagoda, dus ik had wel een leuk apparaatje. Dus ja, leuk apparaatje of een leuke attractie bedoel ik om in te gaan natuurlijk. En dan valt hij lachen. Ja, ver genieten van de uitzicht, ja. Dus dat is ook altijd weer grappig. Weer een beleving, mensen. Ze te zien is het rustig bij de pagode. Ze zijn wel lekker in. Lekker. Zo mensen, lekker steken in de pagode. Zo, dat is wel leuk. Zo, we gaan een lekker ritje in. Dus ja, het blijft niet van de omgeving. Dus... Het is eigenlijk altijd mooi te zien, dus dat is wat chill. Lekker. Ja, we zijn naar boven. Op dit moment is het 12 uur tot 10 geland. Bos, Tilburg. Ja, daar.
Een stuk rustiger is in Efteling. Nadat het een paar keer geregend heeft net. Pagode, dus dat was wel leuk. Een exclusieve beleving. Loco. Ik zie het.
6:30, het is echt wel bijna niemand meer aan het park. Maar de voordeel is, park er 7 uur open. En dan vind ik het ook lekker rustig. Dus de voordeel is, dan ben je wel overal sneller aan de beurt. Dus ik zie daar ook wel zo zijn voordelen. Maar al die uitjes hebben we niet gebruikt. Even nog even gaan, we gaan nu even richting Vlieland. En zo meteen ook dichter Pieter, maar wat mij afvalt, daar is het rustig.
Bij de Python zaten maar ook uit 5 minuten singerij hebben ze net weer dicht gedaan. En dan dus vliegen we allemaal één en dit toe. Daar gaan we nou even naartoe. Stik het lekker rustig. Korte waterrijden, ideaal. Zeer een beleving. Oké, zo maak je echt. Dat was weer een superleuk dagje in de Efteling. Veel kunnen doen. De tweede schip van de cellen ook kunnen zien. Of niet, dat allemaal. Python, Vlieglander, weet ik het, Cannabis Festival. En weet ik het, dat allemaal. Als jullie hebben kunnen zien in mijn vlog. Maar mensen, dit was weer voor deze superleuke Efteling vlog. En vergeet zeker niet het duimpje omhoog te geven. En abonneer zeker op mijn kanaal voor nog meer hele leuke toffe video's. Dus ze zeggen lekker.